Pokigrong en Achoni beschikken nu over een vuilverbrandingsoven. De oven werd gisteren feestelijk in gebruik genomen door Humphrey Jeru, districtscommissaris van Boven Suriname. De DC zei dat deze vuilverbrandingsoven het probleem van milieuvervuiling in het gebied zal verhelpen. Hij hoopt wel dat er minder plastic in het milieu terecht zal komen. Minister Misikaba van Sosafo haalde aan dat de verbrandingsoven een belangrijke bijdrage zal leveren aan de verwerking van vuil in het gebied. Het in gebruik nemen van de vuilverbrandingsoven is deel van het Bauta Milieuplan. Dat wij als mensen veel al de oorzaak zijn van die vervuiling en dat wij dus onze best moeten doen om zeg maar dat te helpen verminderen. Die oven is er om ons te helpen, maar de oven alleen gaat het niet doen. Wij moeten goed omgaan met ons vuil, zodat die verwerking makkelijker is. Wat ik concreet zou zeggen, Mopo, uit het voornemen van Forster NDP naar een Bauta Milieuplan. President Lekwan Kenner en Wasma die Loba Buskondre en Sae Lontoen Alazin Buskondre, Asabi a uitdaging voor. Adotti a vuilverwerking voor de sma. En vanuit die a uitdaging dat die makandra na ngatra konimang lerimang a plan disi konadoro taki wo pot verbrandingsoven voor kan prong adotti voor de sma in de verschillende presi na ina kondre ma voor namku ina beneland pe a kotaki a vuilverwerking na ngachari voor vuil go pot na wan presi no de so goed georganiseerd. Lek van AD naar Fotosee en DC naar de oplossing in Atoridati. Antoine Elias, minister van Volksgezondheid, gaf de garantie dat er aan een plan gewerkt zal worden om vuil uit de diverse dorpen te verwerken. Hij zegt dat er meer vuilverbrandingsovens in het binnenland zullen komen. Maar morgen oven ook komt, omdat dat plan begint aan een pilot voor Fifi. En had je een idee naar pilot? Maar intussen een plan brei uit komt 120 ovens. Dus sowieso morgen over nog doen. Maar die Abu Hassani begint praten samen. En we praten samen. En ik denk dat Assandis moet doen een public-private service. Aardens maar de chimchim ondernemer ja. Adotikan charja en palanti. Lek vijf paiden truckholders naar foto. Den paide manja fuchara dotikong. Wat a recht zijn in a foto, a recht dat moest de jana achoni en in a herkondre. Dus we maken een plan na a DC fawo chara dotija. Je chare ya wan boto. Palantin hobo boto. Palantin hobo i truck. Ya bi mek de truck sa de jakba wosuku ondernemers sa wan. Pot den skouru onder Auroko en palanti op paien. En samen met collega Misikaba, dat we takken met collega Chotkan takieren. A veel ophalja orga, a oven dikba, a bouta milieuplan startbaja in a gebied. En a godoro toe en we orga in samen met de ondernemers voor a gebiedja. Dat was Antoine Elias, minister van Volksgezondheid. De bewindsman zegt dat lokale ondernemers betrokken zullen worden bij de vuilophaal in Boven Suriname.